Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het Gelderlander Nieuwscafé in De Weijer in Boksmeer. Iedere laatste vrijdag van de maand, dus ook van vandaag weer. Ondanks alle omstandigheden en de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus. Ook de mensen Omroep Land van Kuik die meekijken, welkom bij deze aflevering. Corona, ik zou bijna zeggen, je went eraan, maar dan lieg ik een beetje, want ik wen er helemaal niet aan. En ik moest eerlijk zeggen dat ik blij zou zijn als we het over een paar maanden weer op de normale manier kunnen doen. Maar we doen het zoals het is. We hebben leuke gasten vandaag, mag ik zeggen. Links van mij Dave Seules, wethouder op de gemeente Kuik. Daarnaast op de bank René Aarde, pastoor in Graven. Nog in Graven, moet ik zeggen. Daar gaan we straks over hebben. Na deze twee gasten gaan we even luisteren naar muziek van Merel Klaas en Luc Dijsselbloem uit respectievelijk Vierlingsbeek en Rijkenvoort. Ze gaan met A Bird's Luck hun eerste single uitbrengen en hoe dat klinkt gaan we straks horen. En na het muzikaal intermezzo Edith Bons en Nicky Ronnes, Edith huisarts in Mil en Nicky Ronnes horeca restauranthouder hier in Boksmeer en voorzitter van de afdeling Boksmeer van de Koninklijke Horeca in Nederland. En die gaat vertellen hoe de kerstmis in Boksmeer gaat verlopen. Tegenover mij Irma van Teunenbroek. Dat is een collega van mij van de editie Maasland van de Gelderlander. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik een collega tegenover mij op de bank heb, op de stoel heb zitten. Als co-presentatrice. Dus welkom Irma, leuk dat je er bent. Dankjewel Herman, ja. Leuk om er te zijn. Ja, nou, dat is fijn. We gaan beginnen met Dave. Dave, welkom. Dankjewel. Ik dacht eigenlijk van, goh, we hebben in Kuik sinds ongeveer mei dit jaar, een halfjaartje, hebben een nieuwe wethouder. En zo, ja, wat weten we eigenlijk van hem? En dat bleek niet zo heel erg veel te zijn. Dus ik denk, nou, daar gaan we vandaag wat aan doen. Dus vandaar dat ik blij ben dat je op de bank zit, Dave. Wat weten we wel, je bent wethouder, geboren en getogen in Kuik. Ik weet via dat je op de basisschool de Harlekijn gezeten hebt. Dat klopt ook, goede informatie. Klopt, hè? Ja, je bent van de fractie Algemeen Belang Kuik. Maar ja, goed, daar houdt mijn kennis wel een beetje op. Dus gaan we wat aan doen. Dus we gaan gewoon eerst even jouw doopceel lichten. Dave, hoe oud ben jij? Ja, er staat in de vooraankondiging 39, maar ik ben nog 38, nog een week of drie. Oh, had ik net verkeerd geteld. Ja. Verliefd, geloof, getrouwd? Samenwonend en twee kinderen. Samenwonend, twee kinderen, dat was inderdaad de volgende vraag. Opleiding? HEO. HEO gedaan in Nijmegen? Ja. Nijmegen. Hobby's? Vooral tennissen, maar daar komt de laatste tijd minder van. Onder andere door corona, maar ook door de drukte uiteraard met mijn werk. Ja, ja. Wat deed je hiervoor voordat je wethouder werd, Dave? De laatste jaren ondernemer. Met name de commerciële kant in het rechtsgebieden. Dat eigenlijk, ja. Ja, dat klinkt redelijk vaak, ondernemer, rechtsgebieden. Ja, ik zorgde eigenlijk voor dat met name advocaatkantoren beter vindbaar waren online. Mm-hmm. En ook meer klanditie binnenhalen. Ja. En dan stopt in mei van dit jaar de wethouder in Kuik. En dan komen ze bij jou. Wil je wethouder worden? Ja, gelukkig was het wel iets eerder dan dat. Je wist het al wat langer. Ja, anders werd het wel heel kort dag. Ja. Maar hij stopte. Was voor mij ook een verrassing. Oké. En de vraag ook. Dus ik was eigenlijk dubbel verrast. Ja. De vraag kwam voor mij totaal onverwachts, want het werd ook in één keer op die manier gebracht. Van mijn voorganger, de aankondiging dat hij stopt, hoorde ik. En we hebben jou in gedachten als opvolger. Dus volgens mij waren mijn eerste woorden, dat meen je niet. Ja, maar ze menen het wel. Ja, ze menen het wel. Ja, ja, precies. Want het lijkt me toch, wethouder in de gemeente Kuik, er staat een nieuwe gemeente aan te komen, dan word ik... Het gaat gepaard met nieuwe verkiezingen, een nieuw college enzovoort enzovoort. Dus jij geeft eigenlijk het werk wat je hebt, geef je voor de periode van zeg maar bijna 2 jaar, geef je dat op. En je weet niet of je daarna wethouder kunt blijven. Is dat geen risico? Ja, sowieso een risico, maar als ondernemer heb je die zekerheid ook niet. Dus als je vanuit die kant redeneert, dan is eigenlijk een kleine 2 jaar nog een relatief lange zekerheid. En ook een mooie manier om te kijken of het past, of het werkt. Mm-hmm. En te kijken of dat past bij, in dit geval, mijn ambitie voor de toekomst. Ja, ja, want daar haal je wel wat aan, de ambitie voor de toekomst. Straks een nieuw college. Ben jij wethouderkandidaat?
Wat mij betreft wel. ja. Maar dat zal nog moeten blijken op basis uiteraard van verkiezingen. En los van de samenvoeging van de gemeentes hebben wij ook van de lokale partijen een samenvoeging beoogd. Maar het zijn 7 partijen met ook allemaal andere politiek actieve mensen in verschillende functies. Ja. Dus de vraag is wie op welke plek komt te staan en uiteraard wie naar voren geschoven wordt, dan wel naar achter geschoven als potentieel wethouder. Ja, dus jij moet nou ontzettend je best doen om te zorgen dat ze jou straks naar voren gaan. Daarom toen die uitnodiging hiervoor kwam, dacht ik ook meteen, dat is de manier om me te profileren. Ja, oké. Dus als jij straks wethouder wordt in het nieuwe gemeente Land van Kuik, dan de basis hier zijn wij de eerste die door ook. Wat mij betreft, ja. Bij deze, de afspraken. Je weet dat we het nieuws hebben. En Dave, ik heb ook nog een vraag, want ik las ergens in een tekst die je had geschreven, dat je ervan houdt om je ergens in vast te bijten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oh, dat klopt nog steeds. Maar ik vroeg me af, wat zijn dan bijvoorbeeld dossiers nu waar je helemaal in vast bijt in Kuik? Oh, er zijn echt heel veel dossiers, maar ik vind vooral mijn persoonlijke interesse. Ik heb een hele brede portefeuille, laat ik daarmee beginnen. Openbare werken, openbare ruimte, groen, maar ook duurzaamheid en milieu. En vooral nog een aantal zaken meer, hoor. Ook grote projecten, onder andere in Kuik. Maar vooral de afdeling duurzaamheid en milieu vind ik heel, heel interessant. En ook mooi omdat je daar echt werkt aan iets wat volgens mij nu in de algemene perceptie gelukkig, anders dan een jaar of 10 geleden, ook breed gedragen wordt. Dat men er wel van overtuigd is om stappen te zetten. Dus dat vind ik heel mooi om daar de verschillende projecten die daar lopen, het hogere doel eigenlijk, hè, om duurzamer te worden, dat verder te ontwikkelen. En noem er eens 1 of 2. Waar beginnen we? We hebben de regionale energiestrategie. Dus dat we regionaal werken naar meer richting energie-neutraal. Dat is een heel groot project wat eigenlijk overal landelijk wel draait, maar wat regionaal is opgedeeld. Met eigenlijk toch wel enorme uitdagingen die dat met zich meebrengen. En daarnaast een andere vind ik heel mooi om te werken aan vergroening van de gemeente. Je ziet overal bij de ontwerpen van de steden, de straten, heel veel beton, heel veel klinkers. En gelukkig is men er meer en meer van overtuigd dat groen toch echt wel noodzakelijk is op vele gebieden. Ja, mooi, dank je. Ja, heb je aan 2 jaar wethouderschap voldoende tijd om jouw stempel ergens op te kunnen drukken? Een hele goede vraag. Ik denk dat het heel lastig is, omdat ik zou er ook met mijn voorgangers en heel veel ambtenaren die ook voor die tijd al heel veel goed werk hebben verricht, daarmee tekort doen. Eigenlijk is dit op dit moment denk ik wel een fase waarin we de laatste puntje op de i zetten van de processen die al in gang zijn gezet. En wat het ook lastig maakt om verder te kijken, is natuurlijk wel die herindeling. Ja. Die een enorme kapmoment toch wel bepalend is in de ontwikkeling van de gemeente. Want dadelijk zijn we onderdeel van het grotere geheel. Ja, want je bent niet alleen straks onderdeel van het grotere geheel, maar misschien nu ook al een beetje. Zijn de gemeentes al bezig om voor te sorteren op die herindeling? Ja, volop. Met heel veel werkgroepen, met allemaal hun eigen onderwerpen. Dat is wat vroeg om daar heel veel over te roepen. Los van dat ik ook niet alles weet. En los daarvan dat heel veel ook nog niet besloten is. Ja, nee, dat klopt, dat begrijp ik. Maar bijvoorbeeld een ding wat straks gelijk zal moeten komen te liggen is de onroerend zaakbelasting. Hè? Wat je betaalt voor je huis of je bedrijf. Die is nu in de verschillende gemeentes nog hetzelfde. Wordt die straks in het eerste jaar van de nieuwe gemeente voor iedereen gelijk? En gaan de duurst betalenden dan minder betalen of omgekeerd? Een hele goede concrete vraag, maar daar durf ik echt geen antwoord op te geven. Nee? Ik weet dat de algemene uitgangspunten zijn om zoveel mogelijk gelijk te trekken. Ja, op dit specifieke onderwerp. Het valt niet in mijn portefeuille en los daarvan durf ik daar geen antwoord op te geven. Nee, precies, dat snap ik. Hoe gaat jij zit nu bij Algemeen Belang Kuik, hè? Mm-hmm. Je noemde straks al de samenwerking tussen alle lokale partijen. Is er al een naam bedacht voor de nieuwe partij?
Nee. Helemaal nog niet? Nee, helemaal niet. Ik heb oprecht geen idee. Ik heb wel wat namen voorbij zien komen. Maar volgens mij is het nog niet eens duidelijk of het een van die namen zal worden. Welke dus, heb je voorbij zien komen? Ja, dat lijkt me, een paar. Dat lijkt me niet zo handig om daar nu een voorstatering op te maken. Ja, gewoon twee of drie. Ik hoef je niet te zeggen welke het wordt, maar... Nee, lijkt me niet zo... Ga je de vingers niet aan branden? Nee. Je moet in de politiek, zou ik bijna zeggen. Dat, ik heb ambities daar. Ja, daarop. Nou, komt goed uit wat dat betreft. Als we het hebben over de herindeling. We hebben iemand naast jou zitten, die zit nu nog in de gemeente Graven. Graven doet niet mee. Hoe kijk jij daar als Kuikse wethouder tegenaan? Heel erg jammer. Ja, ik denk dat het mooi zou zijn geweest als Graven ook mee was gegaan. Ik denk ook dat dat wel vanaf het begin af aan de insteek is geweest. Alleen, we leven in een democratie en er is anders bepaald. En ik denk dat iedereen dat heeft te respecteren en zich daarbij neer te leggen. Ja. Maar er is altijd hoop voor de toekomst. Ja, gewoon via verder dan... Zal wellicht kunnen, ja. Ja. gaan we naar kijken. Dave... We gaan jou zeker hier nog vaker op de bank krijgen, weet ik zeker. Als je straks de nieuwe wethouder wordt van een grotere gemeente, dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Ga ik verder met het bezoek. We moeten 2 minuten over 6 klaar zijn, dus we gaan er een hoog tempo doorheen. Mag ik gewoon René zeggen, meneer pastoor? Nou, geen meugde. Ja. Geen meugde. Gelukkig. Dat mag. Ja, dat is fijn. Ik zei er straks al, pastoor in Graven, maar nog in Graven. Dat was ook eigenlijk de aanleiding om te vragen om hier bij ons op de bank te komen. Je gaat iets anders doen. Vertel even kort wat en waarom. Maar ja, ik ga niks anders doen. Ergens anders. Gelukkig zijn de sacramenten overal hetzelfde, dus ik verkas gewoon naar een andere parochie. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Ja. Ja. Maar we kennen elkaar al een paar jaar. Je hebt je hart verpand aan Graven. Ja, dat, na 10 jaar dan ga je onderhand wel van de mensen houden. Hè. Dan ken je de ins en outs en dan ken je de families grotendeels. En je kent hun structuur, je kent de tradities onderhand een beetje. En dan vergroei je eigenlijk toch wel een beetje met je parochianen, ja. Ja, ja. Maar dat geldt zowel voor Graven als voor de 3 kerkdorpen die erbij horen. Ja, om even terug te gaan naar de vraag waar ik met Dave over had op het eind. Zal Graven bij die herindeling moeten zitten? Of doen, mag u niet een politiek... Nou, ik ben daarover uitgedacht. Ja? Ja. En wat was de conclusie na het denken? Klaar mee. Ja. Ja. Komt tijd, komt raad. Ja, gewoon over 4 jaar dus. Oh, ja. Ja, maar goed. Want hoe werkt dat als je pastoor bent... Dan wordt er op een gegeven moment vanuit de bos geroepen, meneer Aarde, het is mooi geweest erin graven, we gaan nu ergens anders neerzetten. Werkt dat zo? Ja, dit is wel de conclusie, maar er wordt natuurlijk wel, wel vriendelijk gevraagd dat de bisschop vindt dat. En dan... En mag je dan nee zeggen? Ja, ik heb al een keer of 6 nee gezegd de afgelopen jaren. Is dat zo, ja? Ja, ja. Ja. En nou was het met klem... Ja. Een soort mollenklem zo hier op mijn nek. En dan, ja, je moet toch een keer gehoorzamen. Want je moet ook met een bos, met de bisschop, door 1 deur blijven kunnen gaan. En je moet ook met je collega's. En, kijk, wij noemen dat een carousel. Ja. Als een aantal priesters verplaatst wordt, dan gaat de carousel in werking. Mm-hmm. Kijk, en als er eentje zegt nee, ja, dan stroopt die hele carousel. En dan vliegt iedereen elkaar in de haren. En dan gaat het... Gaat het niet vooruit, dus. Ja. Dus nee. Ik heb maar een keer braaf ja gezegd. Maar vertrekken is dus eigenlijk met grote tegenzin? Het had per se voor mij niet gehoeven. Hè, je raakt toch verknocht aan de mensen en de prachtige kerk in Graven, dus zeldzaamheid. Maar ja, ook dat went. Maar ja, zo destijds ben ik zo ook in Boekel weggegaan en daarvoor ik Loon op Zand. Dus ik hoef het niet iedere keer, maar iedere keer vind je toch op elke plaats ook weer mensen die waar je aan kunt binden en mensen die zich aan jou binden. Ja. Dus wat betreft is het ook wel weer, een uitdaging is het niet. Het is gewoon een vervolg van mijn leven en ik doe daar mijn priesterlijk werk ook weer gewoon zoals ik nou doe, denk ik. En, ja. Ja, want je gaat naar de gemeente... Ja, ik ben pastoor benoemd van de Benedictusparochie in
ja, Os, Koemanex is en omstreken, zeg maar. Dan kan een lid wonen, maar er zijn ook 6 aparte parochies. Dat moet nog flink wat gefuseerd worden. Os moet er nog af, dan moet naar de grote kerk. En, dus er zal wel van alles op me afkomen. Maar dan hebben die uiteindelijk die Maasdorpen, Litouwen, Ooijen, Tevelen. Wat zit er nog meer bij? Marekessel en dan vergeet ik er nog eentje. Ja, uiteindelijk komt Maggeren dan nog bij. Ja, maar dat is relatief dichtbij in feite. In feite wel. Het is nog een half uur van, ja, wat zit het van elkaar af? 20 minuten denk ik de uiterste. Ja, er is zoveel rijden. Ja, en van Graven naar Lid is ook niet zo heel veel. Is ook geen dagreis, nee. Nee, dus je kunt de sociale contacten die je toch in 10 jaar opbouwt wel een beetje aan blijven houden. Ja, maar heb ik wel ervaren dat het na verloop van jaren toch wel wat slijt, hoor. Ja, is dat zo? Ja, er komt natuurlijk ook een opvolging Graven. Die moet ook zijn weg kunnen vinden. En dan moeten de mensen zich ook kunnen gaan hechten. En dan moet ik ook niet voor die voeten gaan lopen. Dat is ook niet goed. Nee, dan moeten ze niet denken van, dan komt meneer Graven. Ja, geldt ook voor journalisten. Ja, zo. Ja, zo werkt. Nee, maar we gaan straks gewoon de nieuwe persoon ook gewoon hier uitnodigen. Ja, en dan, groot gelijk. Doen. Ja. Is eigenlijk al bekend wie uw opvolger wordt hier? Ja, dat is een heel goed bewaard geheim nog, ja. Dat u niet hier gaat prijsgeven, nee, zie ik aan niet, uw gezicht. Absoluut niet, absoluut niet, absoluut niet. We gaan geen nieuws lospeuteren vandaag, nee, hier, nee, maar nee, ik weet het niet. Jammer, nee. Ja. Dat lukt al niet over de naam en deze naam ook niet. Nee, nou ja, goed. We gaan het meemaken, maakt niet uit. Er komt dus een nieuwe pastoor in de Sint-Elisabeth parochie. Dat is op zich al redelijk bijzonder, want ik heb een beetje het idee dat het pastoorsvak een beetje een uitstervend ras is. Ja, maar zolang de kinderen geboren worden, is er ook kans dat er ook kinderen van de kerk geboren gaan worden. Hè? Dus het wordt wel allemaal wat minder. Maar ja. In dit geval is Graven zo'n goede parochie dat de bisschop heeft gezegd, dan komt gewoon een nieuwe pastoor. Ja? Ja. Maar waar ligt dat dan aan, dat Graven, dat Elisabeth Prochie een goede prochie is? Aan de persoon die er gezeten heeft? Nee, maar ook gewoon aan het volk, aan de mensen. Het is goede volk. En ze komen nog naar de kerk en ze hebben die nodig als er iets is. Er worden kindjes gedoopt, huwelijken wat minder. Er gaan nog redelijk veel uitvaarten. Dan praat ik buiten coronatijd om, hè. Mm-hmm. Via de kerk. En dat geldt ook voor de dorpen eromheen. Dus de mensen komen nog. En zolang de mensen komen, dan mag God er ook zijn. Ja, ja. Maar en dat goed, ziet het bisdom ook. Ja, maar bedoel, het klinkt natuurlijk prima, hè, zo van, er worden nog steeds kinderen geboren, maar er zijn er wel steeds minder die kiezen voor het geloof, staan om pastoor te worden. Ja, ja. Ja. Waar ligt dat aan? Misschien wel aan de welvaart, gemakzucht, of niet weten waar men naartoe moet als men zoiets van een roeping of zo'n verlangen voelt. Mm-hmm. He, maar de seminaris staat ook niet meer elke straat eentje. Nee. Dus en men moet ook natuurlijk een voorbeeld krijgen. Ja. Of ergens zien of halen of voelen. Ja. Ja. Maar dan bent u een goed voorbeeld. Daar zouden mensen van kunnen zeggen van, nou, dat lijkt me leuk om te doen. Een keer met een ezel door het dorp heen. Ja, nou, dat is ontzettend leuk. Ja. 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 Vertel eens over die ezel, de palmezel. En dat was het begin van het was net na carnaval en toen viel die corona natuurlijk ook ons land binnen. En ik heb dat ding altijd al ooit willen maken. Het is niks nieuws, het is middeleeuws. Hè? Die werden vroeger in de middeleeuwen van hout gemaakt. En die werden dan op Palmzondag door de straten van de stad of het dorp getrokken. Om de mensen aanschouwelijk te laten zien van wat gebeurt er nou op Palmzondag. Nou, Christus rijdt op een ezel, op een lastdier en wordt dan toegejuicht door de menigte in Jeruzalem. Het was die coronatijd en de kerk was gewoon dicht. Je kon nergens naartoe. Je zat een beetje op YouTube te knabbelen en te kijken. En ik dacht, ik ga zo'n ding eens maken. En toen dacht ik, dan heb ik zo'n plaatje uitgeprint van zo'n middeleeuws. Ik geloof dat dit palmezel uit 15 zoveel, die staat in Kleef. Geloof ik in de Stiftskerk hebben ze nog zo'n ding. Maar ja, al makende en prutsende, was het meer, leek nergens op. En we weer afbreken en weer opnieuw. En ja, toen was het weer de carnavalesk. En uiteindelijk, dan pak je van die afwashandschoenen, die giet je vol met gips, met stokjes erin. Maar als dat één keer zo gaat, dan breekt het ook weer af.
En toen heb ik van de kerstengel de benen en de armen afgezaagd. Die heb ik hier aangeprutst. En dat veerde allemaal goed, dus dat was goed. Ik denk, nou ga ik, als het palmzondag is, kunnen mensen hier in de kerk om een palmtakje te halen, maar dan ga ik ze gewoon brengen. Ja. Een paar mandjes erop, Christus op een ezel, stok ervoor en lopen maar. Ja, en dan vergeten ze nooit meer. Nee. Kijk, zeg het toch? Ja, nee, precies. En alle gemeentes van de gemeente Graaf langs geweest, alle dorpen? Ja, 16 kilometer. Zondagsmiddags. Met een ezel achter je aan? Ja. 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 En Jezus erbij, hè? Ja, maar het zijn wel leuke dingen. De prachtige dingen. Om het geloof een beetje naar buiten te brengen. Ja, ja. Kijk, als de mensen niet naar de kerk kunnen, dan moet de kerk naar de mensen toe. Ja, dat is als de Mozes en de bergen, geloof ik. Ja. 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 Ja, precies. We hebben de coronatijdperk, hè, en dat is altijd een crisissituatie, heb ik me tenminste laten stellen, een situatie dat mensen wat meer geneigd zijn om terug te gaan naar het geloof. Hebt u daar iets van gemerkt? Is het zo? Ja, dat weet ik niet, want die coronastilte is ook een heel erge privéstilte, hè? Want mensen komen ook nauwelijks, ze kunnen ook niet naar de kerk in die tijd, nou weer wel, maar nog steeds met het aantal mensen die gebonden aan 30 zondags en 100 bij een uitvaart. Mm-hmm. Maar ik heb wel gehoord dat mensen tegen mij zeiden dat die eigenlijk al jaren niet meer gewoon naar de kerk gingen, dat ze het nou in één keer misten. Dus dan dacht ik van, je bent toch aan het nadenken van, waar moet dat heen nou en wat heb ik gemist, wat zoek ik, wat. Ik denk dat de mensen meer met twee benen op de grond aan het landen zijn. Ja, toch wel, dat ze meer tijd hebben om... En je merkt dat ook in de kaartjes die aangestoken worden in de kerk en op de website. Dus, ja. Ja. Heeft u ook op andere manieren contact gezocht met de mensen? Dus omdat ze niet meer naar de kerk konden, dat u toch op een andere manier... Ja, vooral in het begin was het telefonisch, hè? Dus ook uitvaart te regelen, dat ging allemaal via de telefoon. Maar dat zijn meer de praktische dingen. Maar dat zijn de praktische dingen, ja. Ja, ja. Ja. Maar ik kan niet bijvoorbeeld, ik heb niet op YouTube heb ik daar hele preken aan houden. Maar wij zenden wel alle missen uit op kerkomroep.nl en op YouTube. Dus die worden dan wel meer bekeken dan we normaal naar de kerk komen, ja. Ja, ja, toch wel. Ja, 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 ja. Mensen willen toch die gang hebben die toch de Eucharistie normaal bijwonen. Die worden dan teruggewezen op de huiskamer. Dan is het wel fijn dat je rechtstreeks de missen kunt uitzenden. Het is wel het voordeel van deze tijd natuurlijk. Is het voordeel van deze tijd, ja. Het is iets nadeliger voor de collecte, maar het is wel het voordeel van deze tijd. Nee, ik weet niet of we zo nog een rekeningnummer in beeld kunnen brengen. Huh? Een giro-nummer. Ik weet niet of we nog een giro-nummer in beeld 555, kunnen. 555, ja. 555, ja. Ja, ja, precies. Komt er nog een groot afscheid op een of andere manier? Weet ik niet. Ik weet niet. Dan moeten we aan iemand anders vragen natuurlijk. Kerkbestuur over hebben, maar... Ja. Och, mooi met de stille trombek, het heeft ook wel iets, vind ik. Ja, is dat zo? Ja. Nee. U bent niet van de stille trombek. Nee, maar ik ben daar niet voor mezelf geweest, dus het is... Nee, dat misschien niet, dat wordt van een pastoor ook niet verwacht. Nee, maar van mij hoeft al die aandacht niet zo, weet je wel. Dus, ze zullen wel iets doen, misschien de week na kerstmis of zo, maar daar laat ik aan het bestuur over. Ja, en dan is 1 januari is het laatste... Of de dag van de ja, nieuwe... als het goed is, verhuis ik tussen kerstmis en nieuwjaar. Ja. Ja. Goh. Dan wandel ik met de ezel naar lid. Ja. Ja, neem je wel mee, bedoel je? Ja, die neem ik mee. Ja. Die is wel meegehecht. Ja, maar goed, ik neem wel aan dat ze ook een lid van die ezel wel kennen. Want dus, volgens mij heb ik het zelfs nog teruggezien op televisie bij Eva Jinek een keer. Ja, dat was hij ook. Ja. 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 Gek toch, hè? Ja. Maar er is vast eerst ook nog wel een overdracht met de nieuwe... Pastoor, of niet? Nou, dat heet installatie, hè? Oh, dat heet installatie. Ja, ja, ja. Excuses. Nee, een pastoor wordt geïnstalleerd, hè? En dan krijgt hij, wordt de bedoelingsbrief voorgelezen. En dan krijgt hij de sleutels van de kerk. En dan moet hij een aantal beloftes doen en de eed van trouw afleggen aan de deken. En dan is het een feit. Ja, wat ik eigenlijk bedoelde is dat de nieuweling, dat u die misschien alvast een beetje laat kennismaken met graven. Nou, dat mag je mooi zelf...
uitzoeken. En ik heb een heel goede kerkbestuur die wijst hem daar uitstekend de weg in. Oké. Okay. Kijk, ja. ik moet niet, want dan ben ik groot geneigd om te zeggen van, oeh, dat of dat of dat. Ik moet het maar zelf mooi uitzoeken. Oh ja. Het is ja. een kwestie, je moet elkaar niet voor de voeten gaan lopen, hè. Als iemand iets zelf kan ontdekken, dan staat je er veel puurder in. En niet van horen zeggen. En ik moet toch geen zwaard in iemands rug insteken waar mensen niet bij zijn, moeten niet doen. Ja. Denk ik. Nog één dingetje, even terugkomen op wat u dus straks zei over een aantal parochies die nog samengevoegd moeten worden. Ja. Die moeten gaan fuseren. En misschien dan wel het voordeel dat u uit Graven komt en heeft gezien hoe het zou kunnen lopen, het proces. Ja, ja. Of wordt dat van bovenaf opgelegd? Dat begeleidt het bisdom, hè? Dat wordt opgelegd. Ja. Dat is geen keus. Dat is geen keuze, nee. Er komen geen volksraadplegingen om te kijken of de parochianen het wel willen. Nee, maar we moeten natuurlijk wel overleggen met de parochies, hè. Maar het voordeel is dat die zes parochies zijn vroeger al de gemeente lid geweest. Dus ze kennen elkaar al langer dan alleen in het fusiegaan van de parochies. Ja. Ja, precies. Dus er wordt nog wel. Dus die bijten elkaar niet. Nee, dat is wat anders dan bij gemeenten, zal ik maar zeggen. Daar heb ik ook geen mening over. Nee, goed. René, fijn dat je hier was. Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging. En ja, dan als er geen afscheid komt, dan doe ik het gewoon hier. Ja, dat is. Want wij kennen elkaar natuurlijk ook al een aantal jaren. Jaren, ja. Ik wil nog één ding vragen. De eerste keer dat wij kennis maakten, dat was in de kerk, de Elisabethkerk. En toen nam u mij mee naar het altaar. En dat deed u een kleed aan de kant. En toen ging er een luik open. Oh ja. Weet je, dan zei, dan moet je daar eens kijken. Ja. Daar lagen, even voor de mensen thuis, hè, daar lagen allemaal botten, schedels. En, zijn jullie er ooit al achtergekomen van wie die waren? Want dat was toen nog een beetje de vraag. Dat zit mij al zo lang dwars. Ik denk, nou kan ik het vragen. Dat is van oudsher de overblijfselen van de familie de Kwaai. Die liggen daar in dat graf. Serieus? Ja. En ze maken het goed. Ja, goed zo. Dankjewel dat je hier was. Heel veel succes in de nieuwe parochie. En gaan we elkaar ongetwijfeld nog spreken. Dankjewel, Herman. Dankjewel. Jo. We gaan Merel Klaassen en Luc Dijsselbloem vragen om deze kant op te komen. Dan kunnen zij hun muziek laten horen. En dan kunnen ondertussen René en Dave plaatsmaken voor de volgende twee gasten. Ik kom even naar jullie toe. Luc is nog onderweg. Ja, daar is hij. Ik moet mijn gitaar even halen. Merel, even kort. Jij komt uit Vierensbeek. Ja. Doet hij het al? Ja. 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 Jij komt uit Vierensbeek en Luc, jij komt uit Rijkenvoort. Ja. Hoe zijn jullie samengekomen om muziek te gaan maken? Nou, eigenlijk, wij hebben bij elkaar op school gezeten op Meten en Steuvensbeek. Dankjewel. We hebben bij elkaar op school gezeten op Meten en Steuvensbeek. En daar hebben we samen een beetje muziek gemaakt. Een beetje projectjes opgestart samen. Dat is wel leuk. Ja, het was wel een leuk verhaal namelijk, want wij waren samen op examenreis in Parijs. Ja. En wij hadden al vaker samen muziek gemaakt en ik dacht van, ze even vragen hoe het ermee gaat. En toen zei Luc, ja, ik speel nog wel muziek, maar ik ben eigenlijk gestopt met zingen. En ik was van, oh ja, ik zing wel, weet je. En hij was van, oh, misschien moeten we dan samen iets gaan doen. En daar is het eigenlijk vanuit ontstaan. Ja, en hoe lang is dat geleden? Een jaar, ja. En dus jullie hebben het afgelopen jaar gebruikt om, om een liedje te maken? Ja, hoe gaat dat? Ik was al een tijdje bezig met liedjes schrijven. Eigenlijk voordat ik met Luc begon. En toen zijn we samen gaan spelen. En toen zijn we samen ook mijn liedjes gaan spelen een beetje. En toen is dat eigenlijk alleen maar beter geworden. Want Luc die kwam natuurlijk met betere partijen en met betere akkoorden aanzetten. En zo is het eigenlijk steeds een stukje verder gegaan. En toen kwam corona en toen dachten we van ja, nu is het tijd om erachteraan te gaan werken. Ja, want jullie studeren allebei. Wat doe jij? Ik doe leraaropleiding economie in Nijmegen. Dat is heel wat anders dan muziek. Waar hou jij mee bezig? Ik studeer econometrie in Maastricht. Oké. Ook heel iets anders? Ja. En dan heb je, studeren, ik heb al zoiets van, ja, dat kost heel veel tijd. En je moet in de boeken en je bent, heb je geen tijd voor muziek? Nou, jawel. Tijd te maken natuurlijk. Precies. En het is maar wat je leuk vindt, daar maak je altijd tijd voor. Ja. Wat jullie gaan laten horen is jullie eerste single, toch? Ja. Ja. Vertel, hoe heet het? No Time. No Time. En als ik nou ga vragen, waar gaat het over? Dat is een beetje onzinnig, denk ik, of niet? Ja, ik denk dat je het wel een beetje eruit kan halen, ja. Ja, precies. Nou, ik vind het leuk dat jullie het
hier voor het eerst laten horen. Ik, ja, op YouTube was het al wel te zien. Ik heb het al wel geluisterd van de week. Op YouTube, Spotify. Maar dit is volgens mij voor het eerst dat jullie het echt gaan doen. Ja, dit is de eerste keer dat we echt gaan optreden. Nou, wat een eer. Als A Bird's Luck. Ja, A Bird's Luck, dat is de naam van jullie. Van onze band. Van de band, want jullie zijn eigenlijk met meer. Ja, nee, we zijn met z'n tweeën, maar... De band van twee. Ja. Nou, oké, ik ben benieuwd. We gaan het horen. Succes. Yes, dankjewel. Time. Rethinking important decisions in my life. You only get one chance, so get in line. Heaven knows we've tried, so it will be fine. So speed up your pace before we get behind. You find yourself in different states at times. Life is so short, so make every minute count. When we're together, time rushes by, making sweet memories and winning in life. We have to find got no time, no time, no time. We've got no time, no time, no time. Will it be fine? Dank jullie wel dat jullie tijd hadden om hier te komen in ieder geval. En ik wens jullie heel veel succes. En het eerste grote concert verwacht ik wel een uitnodiging in ieder geval. Dank je wel, heel veel succes. We gaan dadelijk verder. En dan krijgen we op de bank Edith Bons en Nicky Ronnes. Ik ga zitten. De microfoons die op de tafel liggen mogen jullie gebruiken. Die anderen die zijn... Besmet. Ja, nou, welkom. Edith, huisarts in Mil. Nicky van de Douairière in Boxmeer. Daar gaan we het straks over hebben. We beginnen met jou, Edith.
Toen ik vorige week bij jou was voor een interview voor de krant van vorige week. Toen had ik allebei zo'n leuk gesprek. Ik dacht, nou, dat gaan we hier gewoon een keer over doen. Alleen met één verschil, dat we toen hebben een uur gezeten en nu moeten we het in een kwartier proppen. 10 minuten is een beetje, dus je bent gewaarschuwd. Doe mijn best. Ja. Edith, huisarts in Mil. De aanleiding voor het gesprek was onder andere vorige keer dat er nog maar weinig mensen zijn die een huisartsenpraktijk kiezen. He, want, ja. Want veel geneeskunde is op een of andere manier, wordt er steeds meer vrouwen gedaan. Die willen geen fulltime praktijk, die willen leuk 2-3 dagen werken en ja, dat soort dingen. Waarom kies jij wel voor een eigen praktijk? Ik denk dat als je kijkt, hè, van je doet geneeskunde, je, dat is meestal uit het idee van je vindt mensen leuk, je wil mensen beter maken. Maar ja, door de jaren heen ga je ook merken van wat voor manier van werken vind ik leuk. En bij een eigen praktijk heb je al echt het voordeel dat je... dat je eigenlijk gewoon zelf de baas bent en dat je zelf kan bepalen hoe je werk inricht. Dan koop je wel een nieuw apparaat of niet. Wanneer ga je op vakantie? Niet zo vaak. Het geeft mij wel een heel erg groot gevoel van vrijheid. Ja, ja, gewoon het feit dat je eigen baas bent. Ja. 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 Ja, 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 precies. En wat is dat het grootste verschil dan met ergens in loondienst zijn? Nou ja, je bent heel direct verantwoordelijk. En ik denk dat dat een heel prettig gevoel kan zijn. En dat iets is wat andere mensen misschien wat kan afschrikken. Ik denk dat het mij op een gekke manier misschien een soort rust geeft. Dat je weet van, hier ben ik verantwoordelijk voor. Dit zijn mijn patiënten, hier ga ik voor zorgen. En ik ga dat op de beste manier doen. Waarbij wanneer je ergens in dienst bent, ja, dan is het afwachten van, past het beleid bij je? Mm-hmm. En volgens mij had ik ook zoiets in het interview, hè, van dat je met hart en ziel daar huisarts kan zijn. En ja. Voor mij gaat het wel hand in hand met het hebben van een eigen praktijk. Ja, ja. Ja. En dan is ook nog eens een praktijk in een klein dorp, hè? Ja, ja. Zo groot is de middel niet. Ja, dat mogen we wel zeggen. Ja, ik wil nooit ruzie krijgen in de middel. Maar. Ja, kom niet. Want wat je ook, een trend van deze tijd is dat mensen geen dokter willen zijn op het platteland. Die willen allemaal in de stad, het liefst in de Randstad, dichtbij alles erop en eraan. En dan, zeker de kleine plattelandspraktijken kunnen geen opvolgers vinden. Jij komt toch in Mil. Ja. Ja, ik niet. Ik denk juist in Mil. Ik zeg altijd half voor de grap en half serieus dat ik denk dat het nergens zo leuk is om huisarts te zijn als in Mil. En ik denk dat Boxmeer ook leuk is en de andere gemeentes hier in de regio ook. Maar je hebt in een dorp wel met een andere mentaliteit te maken. En ook toch een iets andere positie die je hebt als huisarts. Als ik in Mil uit de praktijk loop om even ergens brood te halen of sokken voor de kinderen. Dan kom ik gewoon patiënten tegen onderweg die mij groeten en ik groet ze. En wat ik zelf ook wel heel leuk vind aan Mil is dat heel veel mensen ook een beetje klussen. Dus dat af en toe iemand daarmee dat het fout gaat. Meestal vinden mensen het niet leuk hoor, als het fout gaat. dat je ook heel veel praktische dingen kan doen. En mensen zijn ook veel minder geneigd om dingen per se in het ziekenhuis te willen laten doen. Dus je bultjes weghalen. Je het hele vak mag je uitoefenen. En dat is. Is dat anders dan in de stad? Ja, dat kan wel heel anders zijn. Ja, ja, en ik wat ook in de stad is dat het heel erg uitmaakt in welke wijk je zit. Je hebt natuurlijk hele welvarende wijken, waarbij je veelal alleen maar heel erg hoog opgeleide hebt. Je hebt hele slechte wijken en in Mil, maar in andere dorpen, dan zie je allerlei soorten mensen. Je komt er overal en dat vind ik ook wel echt een rijkdom. Ja, ja. Wat je zegt ook... Als ik in Mil even brood ga halen, dan kom je je patiënten tegen. Loop je dan niet het risico dat er iemand halverwege de rij bij de kassa zegt van... Nog even over die enkel van mij.
Ja, dat is niet gebeurd, maar ik sluit dat niet uit dat dat de komende 30 jaar dat gaat gebeuren. Ik weet dat een huisarts in Ottersum, Wim Jacobs, die zei dan van, nou ja, trek die broek maar gewoon uit, hè? Laat dat maar ook zien. En dus dat ga ik dan ook doen, had ik bedacht. Gewoon, ja. Ja. Ze zijn gewaarschuwd. Kom maar op, ja. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren daar vandaag. Nu zeker niet, nee. Nee, precies. Ja, inderdaad. Een kleine gemeenschap, dus je kent je patiënten, of moet ik klanten zeggen, hoe heet dat bij? Ja, ik denk dat het gaat ongetwijfeld de komende 30 jaar nog iets anders worden, maar nu zijn het wel patiënten. Anders gaat het vast cliënten. Nee. Maar je leert je patiënten ook wel heel goed kennen, omdat het zo'n kleine gemeenschap is. Ja, en je weet wie de familie van wie is, hè? Dat soms leg je zo'n linkje, dan denk je, oh, je bent daar de zus van. En dan, dat is leuk. Ja. Hoe is het om, want je hebt de praktijk overgenomen van Leo Velers, hè? Ik weet niet hoe lang hij huisarts in Mil is geweest. Volgens mij ook rond de, nog langer, nog zelfs dan 30 jaar. Ja. Ergens midden jaren 80 is hij begonnen. Precies. Ja. Hoe is het dan om zo'n praktijk over te nemen? Want ze zijn een bepaalde manier van werken gewend van een huisarts. Ja. En dan komt Edith Bons en die gaat het dus eventjes op haar manier doen. Ja, nou, Leo is natuurlijk 30 jaar ouder dan ik, een man. Dus dat is natuurlijk aan de buitenkant heel duidelijk anders. Ik denk wel dat hij ook vrij direct en heel eerlijk was in zijn communicatie. En dat ik dat ook ben. Dus dat we qua buitenkant is het heel anders. Maar qua stijl misschien helemaal niet zo heel veel van elkaar af liggen. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel middenaar ook zoiets hadden van, nou, we gaan eens kijken wat het is. Hè. Sommige mensen komen dan ook ter kennismaking toch bij je langs. Om het iets heel kleins, als excuus. En dan komen ze toch even, zeggen ze, ja, die knie, laat maar zitten. Ik wil eigenlijk wel even weten wie u bent. Oh ja, serieus. Ja. Dus ik denk dat je... Wordt al een dure kennismaking als je op zo'n consult bent. Ja, maar gelukkig valt de huisarts ook helemaal, verzekerd. Hè? Dat is heel mooi hier in Nederland. Ja, dat lijkt me wel apart dat mensen daarmee komen. Met niks eigenlijk. Nou, ik voor mij is het een hele goede kans om iemand te leren kennen. En er is natuurlijk heel veel ook in het nieuws geweest, hè, rondom de corona over, hè, wat mensen wel en niet willen. Soms hebben mensen dingen als levenstestamenten, dat soort dingen. En of komen ze zeggen dat ze dingen eerder vervelend hebben gevonden. Dus het biedt mij een hele mooie ingang om mensen te leren kennen. Van, goh, wat zijn uw verwachtingen van mij? Zijn er dingen die u heel belangrijk vindt in een huisarts en dat je dat weet. Ja. Vorige week hadden we het er ook over te vertellen. Die ook van, soms heb je in een dorp ook een beetje, ik bedoel, we hebben net meneer pastoor op de bank gehad, dat je een beetje de rol van pastoor over gaat nemen. Ja, dat zei ik en toen was hier een pastoor. We hadden hier eigenlijk samen op de bank. Dat dacht ik. Ja. Nou, maar is het zo? Ja. Want wat komen ze dan doen? Is dat het praatje wat ze anders bij meneer pastoor doen? Nou, ik denk wel dat je heel veel, net als bij een pastoor, dat je heel veel weet van levens van mensen en wat er speelt. En ik denk verhalen over dingen, hoe het thuis gaat of problemen op het werk of problemen binnen de relatie. Of waar het net ook over ging, hè, de gevolgen van corona of eenzaamheid. Ja, dat zijn wel dingen die ik toch wel echt dagelijks op het spreekuur zie en hoor. Merk je echt de coronacrisis bij de patiënten? Nou, ik merk wel mensen die natuurlijk ziek zijn geweest. Ik bedoel, met visites met beschermende kleding. Of mensen die op de IC zijn beland. En gelukkig viel het bij mij in de praktijk nog wel mee. Of patiënten die eraan zijn overleden. Mm-hmm. Ook wel patiënten waarbij je dacht, oh, als die maar geen corona krijgen. Die toch kregen en dat je hart vasthield. En je ziet ook wel gevolgen bij mensen qua sociaal leven. Ik had een ouder stel bij de griepprik in de gymzaal van Mil. Die vertelde dat was begin oktober, dat het hun eerste uitje sinds maart was. Die waren niet buiten geweest, de boodschappen waren voor hun gedaan. Nou, daar schrok ik eigenlijk ook wel van. Ja. En je ziet ook wel mensen met zorgen om hun werk. Dan keek ik wel een beetje schuin naar de persoon naast mij. Maar ja. Um,
ja, dat speelt ook. Of mensen die thuis werken en helemaal gek worden ja. van elkaar. of zichzelf. Ja, ik hoor al ja. mensen ja zeggen hier ja. in de zaal. Herkenbaar. Ja, ja. ja. dus een, van allerlei aspecten van corona zie je terug als huisarts. Ja, ja. ja. Anders dan een, iemand op de intensive care, die ziet alleen maar hele zieke patiënten. Maar ik zie van de maatregelen nadelen, van de ziekte. Ja, dat, ja. dan weet je toch op een gegeven moment ook niet meer wat wijsheid is nee. als huisarts. Nee, ja. nee, nee, precies. Heel iets anders. Jouw man is tandarts in, ja. in Mille. Ja. Hoe gaat dat thuis tijdens de pasta, moet ik zeggen? Mag niet ja, meer tijdens ja, de geen piepers. Nee, nee, nee. Hoe gaat dat thuis? Nemen jullie dan de patiënten even door die je op de dag gehad hebt? Van, nou, ik heb nou een, iemand een verstandskies getrokken dat... Ja, ja, nou, we houden ons wel aan het beroepsgeheim dat je natuurlijk geen namen noemt. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. dat zal ik erbij zeggen. Nou, wat wij heel erg merken, in het, omdat je in hetzelfde dorp werkt, is dat patiënten het met bijvoorbeeld met mijn man over mij hebben. Dus wij krijgen een soort review via elkaar. Yeah. Dat is tot nu toe positief. yeah. Maar dat is heel erg leuk. Omdat mensen, als ze iets prettig vinden, niet heel, ja, soms niet zo geneigd zijn om het recht in je gezicht te zeggen. Maar dan wel tegen de ander. Dus ja, en soms ook wel ja, patiënten of dingen die lastig waren. Of hoe pak je het qua communicatie, dat soort dingen. Aan de andere kant merkten we ook wel, hè, mijn man heeft 1 januari de praktijk overgenomen, ik 1 februari, mm-hmm. dat wij ook wel merkten van je moet het niet alleen maar over je werk hebben thuis. Dat is ook, ja. En onze kinderen horen veel te veel. ja. Dat is ook niet de bedoeling. En ja, en ja, anders dan eindigt je werkdag nooit als je het er alleen maar over hebt. Ja, ja. nee, dat is. Ja. En ja, jullie willen een. Gezamenlijke praktijkruimte gaan ja, maken. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja, we zitten nu, we hebben een architect die voor ons bezig is. Hè. De tekeningen zijn er. En we zitten nu in de fase dat we eigenlijk wachten totdat de gemeente een akkoord geeft van volgens. Ja, volgens mij is dat bouwbesluit, moet ik eigenlijk Dave naast mij. Hè, bouwbesluit of hè, dat het mag, hè, ook vanuit. Nou ja, vanuit het aanzicht van past het in de wijk. En als we dat fiat hebben, dan kunnen we verder. Dus dat is afwachten. Ja. En dan krijgen jullie immense ruimtes? Jullie... nou, het wordt wel wat groter. Want nu is het minder dan 100 vierkante meter. Dus het is een beetje passen qua kamer zetten. Een heel prachtig pand. En je wilt wel de charme van zo'n pand vasthouden. En het laagdrempelige, dat iemand over de drempel stapt om... even een plasje in te leveren. Hè. Dus het moet wel letterlijk. Dat houden. Ja. Letterlijk. Maar natuurlijk nu met de corona wil je natuurlijk wel... Hè, de ventilatie, de ruimte en een modern gebouw neerzetten... voor de komende 30 jaar. En ik denk dat het ook mooi is voor het dorp. Gewoon een fris, goed functionerend gezondheidscentrum. Ja, dat mag Mil er wel bij hebben, denk ik. Ja. Want je wil wel 30 jaar blijven? Absoluut, ja. Ja, 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 ik ben 35 en ik zeg ook tegen mijn patiënten van... nou, ik hoop de komende 30 jaar uw huisarts te zijn. En dan zeg ik, dat ligt vooral aan u, maar ook een beetje aan mij. ja. ja. Oh, mooi. Nicky, jij wel wat vragen volgens mij, of niet? Kom je dan niet nog... Je zegt thuis aan de eettafel, af en toe is het klaar. Als je dan samen ook nog in hetzelfde gebouw gaat werken, is dat dan niet... Nog meer. Ja, 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 nou, je hebt wel dat je de begane grond komt, dan de huisartsenpraktijk en boven dan de tandartsenpraktijk. En dus ik denk dat dat wel redelijk gescheiden is. Ja, ik denk ook wel dat er wat praktische voordelen aan zitten. Hè, met onze 3 kinderen en als er eentje ziek is of je hebt hè, dan het tussendoor is het ook wel. En het is ook, ik vind het ook heel leuk om mijn man wat vaker te zien. Ja. Ze moeten alleen met het plasje niet de verkeerde behandelkamer inlopen. Nee. Ja. Soms hebben we ook wel patiënten bij de een die ik dan naar hem toe verwijs. Dus dat. Nee, maar ik denk juist omdat je elkaar op het werk ziet, kan je misschien juist de werkdingen op het werk laten en de thuisdingen thuis doen. Ga je daar ook wonen bij de praktijk? Nee. Wij wonen in Nijmegen. En nou ja, wij wonen in het huis wat van mijn oma is geweest. Dus daar zitten ook wel wat emotionele herinneringen aan. Mijn ouders en vrienden en familie wonen in Nijmegen. Dus zoals sommige Millenaren het dorp niet uit willen, wil ik denk ik Nijmegen ook eigenlijk niet, nee, niet uit. Nee, ja. En het is ook wel lekker dat je
in Nijmegen ben ik wel wat anoniemer dan een mail. En mijn kinderen sleuren mij voortdurend mee als ik te lang klets. En dat gaat een mail. Zou dat nog erger zijn? Je hebt in Nijmegen in de supermarkt wat minder kans dat iemand over de enkel begint. Dat ik een broek hoef uit te trekken. Ja, zeker. Ja. ja, precies. Dank dat je er was. Ik ga naar Nicky, want even vragen, want nou je toch naast een huisarts zit, hoe is het met je? Prima. Ja, het gaat goed. Ja, de verstandskies is er. Verstandskies getrokken van de week. Het was even de vraag of je wel kon komen. En ik zeg, nou je moet komen, als het misgaat hebben we altijd hulp bij de hand. Dus, Nee, is niet nodig. Ik ben voorzien. Nee, oké. Okay. Nicky, leuk dat je er bent. De aanleiding is wat minder leuk. We hadden van de week een verhaal in de krant van het restaurant Het Molenhuis uit Rijkenvoort. Daar was het besluit genomen om de rest van de maand maar dicht te blijven, inclusief de kerstdagen. En toen begreep ik eigenlijk al van, zij zijn geen uitzondering. Er zijn veel meer restaurants. Jij bent voorzitter van de afdeling Boxmeer van de Koninklijke Nederlandse Horeca. De Koninklijke Horeca Nederland. Ja, KN. Zoiets? KN, ja. Ja, het KN. Heb jij er zicht op hoeveel restaurants er zo voor staan? Om te zeggen van ja, laat die kerst maar zitten dit jaar. Nou ja, de meeste spreken natuurlijk hier in Boxmeer zelf. Mm-hmm. De afdeling is van de hele gemeente. Dat durf ik niet te zeggen, maar het algemeen geluid is wel dat ondernemers er gewoon geen mogelijkheden zien om met hun restaurant met de kerst open te gaan. En er is natuurlijk wel een tweedeling, of er zijn veel meer delingen binnen de horeca te maken. Hotels, evenementensector, noem maar op. Ik denk als je het café-eigenaren vraagt, die hebben natuurlijk veel minder te maken met dat mensen weken vooraf reserveren. Qua inkoop is dat een stukje makkelijker. Ik denk qua personeelsplanning heb je natuurlijk geen heel keukenteam wat je neer moet zetten, ze in moet plannen. Dus ik denk dat als je een café-eigenaar vraagt, die wil morgen open. Ja. En daarnaast restaurants. Veel restaurants hebben mogelijkheden tot afhaal en bezorgen. En, dat hebben cafés niet. Dus ik denk dat daar nog wel een verschil in zit. Ja. Vraag je specifiek voor de kerstdagen voor restauranthouders, dan denk ik dat je heel weinig kans maakt dat je, stel dat het zou mogen van de overheid, dat je hier in de regio kunt gaan uiteten. Ik denk dat de meesten zelf het besluit al hebben genomen. Ja, want op z'n vroegst wordt 8 december gezegd van we gaan, het mag of het mag niet. Maar als ik vandaag premier Rutte al hoorde, is de kans met de huidige stand van zaken heel erg klein dat het gaat gebeuren. Maar de meesten wachten dat besluit al niet meer af. Nee. We hebben nu al een beetje de voorbereiding voor kerst begint niet 2 weken van tevoren. Nee. Eigenlijk vanaf de herfstvakantie komen de kerstmenu's online. Als je dadelijk open bent, is het ook fijn als er mensen zitten. Dus je hebt reserveringen nodig. Ja, wie gaat zijn kerstdiner 2 weken van tevoren nog plannen? Ik denk dat heel veel mensen dan zelf ook al plannen hebben gemaakt. Dus stel dat je open mag. Ja. Zijn er dan nog wel gasten die hun agenda nog open hebben om bij jou te reserveren? Dus dat is ook voor veel mensen, voor veel ondernemers al een reden om te zeggen van ik durf het niet aan. Stel dat we het aan zouden durven, komt er nog een hele keten achteraan die met je mee moet. Toeleveranciers. Dat gaat ook nog echt, stel dat het massaal open zou gaan. Ja. Zal het ook voor veel problemen zorgen. Dus het is eigenlijk nu al niet meer haalbaar. Nee. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk, mensen snakken ernaar om juist weer eruit te gaan. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je plannen meteen wijzigt op het moment dat je weer lekker naar een restaurant kan gaan. Ja, dat dachten wij in juni ook. En wij heb ik het eigenlijk over de landelijke horeca. Van mensen snakken naar de terrasjes en nou, buitenlucht was sowieso veiliger. Dat was een flinke domper. In juni was de omzet echt nog ver van wat die moest zijn. Dat kwam pas echt in juli. Trok dat aan. Nu moet iedereen binnen zitten, wat misschien minder veilig is dan buiten. Dus zijn mensen misschien nog wel terughoudender om de horeca massaal te gaan bezoeken. We zouden allemaal heel graag willen, maar ja, praktisch wordt het gewoon, het wordt gewoon heel moeilijk. En de knop is ergens ook al wel omdat het gewoon niet meer haalbaar is. We houden gewoon rekening met januari, er wordt nu 12 januari genoemd. Ja, dat zou ons niet verbazen en dat is wat ik van de meeste collega's ook wel krijg te horen in de restaurantsector dan. Ja, wat ik me ook afvroeg. Het gaat nu natuurlijk niet goed met de horeca. Ja, jullie kunnen niet geld binnenhalen wat je normaal binnenhaalt.
je zou eigenlijk verwachten dat veel meer horeca om zouden vallen. Toch gebeurt dat nog niet. Hoe kan dat eigenlijk? Er is op dit moment landelijk, lokaal is dat natuurlijk nog niet te meten, maar er is een inschatting dat er tussen de 3,5 en 4 miljard aan eigen geld door ondernemers terug is gestopt in hun bedrijf. Dat is dus om hun hoofd boven water te houden. Er is van de week ook een groot onderzoek van de Koninklijke Horeca naar buiten gekomen met heel veel mooie cijfers, of eigenlijk heel slechte cijfers, maar goed om te lezen. Daarin staat dat van alle leningen sinds de coronatijd is de helft bij familie en vrienden geweest en slechts de helft bij banken. Dus je merkt gewoon mensen, ondernemers zitten gewoon echt in het nauw en doen er alles aan om nu hun hoofd boven water te houden. Dat is de reden dat er nog zo weinig bedrijven zijn omgevallen. Maar die klap die kan nog komen, we zijn er nog niet vanaf. En er moet nog redelijk wat schade worden ingehaald. Die leningen moeten worden terugbetaald. En ja, dat eigen spaargeld, dat zit erin. Hoe zit het eigenlijk bij jouzelf dan? Relatief goed. Natuurlijk waren wij ook liever zonder corona gebleven en zonder alle maatregelen. Wij hebben het geluk dat we een restaurant hebben waar we mogelijkheden hebben tot afhaal en bezorgen. En gelukkig is dat goed aangeslagen. Dus daar dat is een pleister op de wonden. Dat scheelt echt heel veel. En dat geldt voor een heel aantal horecazaken die natuurlijk mogelijkheden hebben met een keuken of een winkeltje hebben geopend. Een kerstbomenverkoop door horecaondernemers heb ik voorbij zien komen. Je wordt heel creatief door. Maar er zijn er ook die mogelijkheden niet hebben. En die zitten er anders bij. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Ja, want er is al vaker gezegd, heb ik al vaker gehoord van, nog een maand erbij, dan valt iedereen om. En dan gaat die maand voorbij. En eigenlijk, als ik inderdaad de berichten hoor van faillissementen, dan is het nauwelijks. Tenminste, ik ken ze in de horeca hier in Boxmeer in de regio eigenlijk niet of nauwelijks. Nee, dat toch het doorzettingsvermogen zijn. Hè? Ja. Niet op willen geven. En hopen dat het einde van de coronaperiode nabij is. En je hebt er al zoveel. Ik bedoel, het is niet alleen het afgelopen jaar wat erin zit. Hè? Heel veel ondernemingen bestaan al heel lang. Er zit al zoveel bloed, zweet en tranen in. Je hele passie in dat bedrijf. Ja, dat laat je niet zomaar kapot gaan. Dus je doet er alles aan. Uit het onderzoek kwam nou dat een derde van de ondernemers denkt dat het op deze manier met deze steunmaatregelen nog een maandje vol te houden is. Ja. Maar dat dan echt het zover is. Ja, dat het gewoon niet vol te houden is. Nee. Daarom is die roep om extra steun in financiële vorm. Die is ook heel groot. Daar wordt nu volop ingezet, landelijk ook. En je zei, er wordt nu gesproken over half januari. Dat is vroeg genoeg? Nee. Nee, het mag altijd eerder, snap ik. Nou ja, weet maar, je wat maar, het is? Komt er voor die tijd het moment dat jij de huur van het pand niet meer kan betalen? Ja, wij betalen een huur, dat scheelt. Dat wist ik wel. Hoor. Nou ja, weet je, dan is er altijd wel weer een gedachte van misschien kan ik daar nog iets regelen. Of, je bent al zo ver gekomen, dus je laat het niet zo ver komen. Maar ja, is het al op tijd? Je wilt zo snel mogelijk open, maar wel met voorwaarden dat het ook mogelijk is. En stel dat je nu open mag met kerst bijvoorbeeld, en dat is maximum 30 personen. Om 10 uur moeten mensen weer buiten staan. Iedereen moet een mondkapje op. Er moeten spatschermen tussen de tafels. Is dat de manier waarop je als gast je kerst wil vieren? En is dat de manier waarop het nog rendabel te maken is om open te gaan? Dus het gevoel wat ik bij iedereen meekijk is ook wel, als we nou open mogen, dan laten we nu liever nog 2-3 weken langer dicht zijn, dat we dan goed open mogen, dan nu heel krampachtig op een manier open gaan die eigenlijk helemaal geen zin heeft. En met de kans ook nog erop dat de cijfers weer de verkeerde kant op gaan en dat we weer tegen een lockdown aanlopen. Dus, ja, dat stond ook eigenlijk wel in het laatste advies van het outbreak management team. Hè, dat ze zeggen van, stel dat we nu gaan zeggen met kerstmis ga je gang, en dat we gaan zeggen met oud en nieuw ga je gang, dan gaan de cijfers dusdanig de verkeerde kant op, dat je misschien wel over een derde golf moet gaan nadenken.
ja, daar zit niemand op te wachten. En nee. Ja, zeker wij. En het is vandaar dat jullie ook zeggen van, nou ja, dan maar beter de hele december dicht en beginnen als het echt weer kan. Zodat we niet nog een keer opnieuw het dal in moeten. Ja, kijk, er zijn natuurlijk ondernemers voor wie die drie kerstdagen superbelangrijk zijn. Voor heel veel ondernemers zijn die heel belangrijk, begrijp ik niet verkeerd. Maar voor die drie specifieke dagen echt de beste van het jaar misschien wel zijn. Maar voor heel veel ondernemers is het ook gewoon de hele decembermaand. En zijn het niet alleen die drie dagen die heilig zijn. En ja, die decembermaand hebben we al uit het hoofd gezet. Misschien dan die kerstdagen. Ja, zijn die drie dagen het waard om weer zo'n terugval te krijgen? Dan nog maar heel even uitzitten. En hopen op betere steunmaatregelen. Dan hopen we met z'n allen te hopen over water te houden. Ja, ja, tot slot. Heeft corona voor jou als horecaman nog tot nieuwe inzichten geleid? Dingen die je per se anders gaat doen straks? Dat is lastig. Misschien doe je nu dingen op wat inmiddels automatisch piloot is geworden, die je vroeger niet deed en waar je straks achterkomt van nee, dat kunnen we buiten coronatijd ook al zo doen. Maar bijvoorbeeld het afhalen en bezorgen, ja, dat is nog steeds niet onze tak van sport. Bedoeld, het loopt blijft doen straks. Nee, het loopt hartstikke goed, maar wij merkten toen ook, toen de horeca weer open mocht, we hebben dit in de eerste periode van de lockdown ook gedaan, toen de horeca weer open mocht, viel die vraag naar afhalen en bezorgen, viel ook heel snel heel erg terug. Okay. Dus ik heb nog geen echt grote dingen in ons bedrijf ontdekt die anders zullen gaan worden. We gaan niet thuiswerken, nee. Nee, lijkt me heel verstandig. Want uiteraard komt straks, dat geldt voor mezelf en denk voor heel veel mensen, wij komen straks weer graag eten bij jullie en bij alle anderen. Dankjewel dat je er was, Nicky. Graag gedaan. Esther, dankjewel. Irma, dankjewel. Aan de andere kant, René, dankjewel dat jullie er was. Dave en Merel en Luc natuurlijk. Volgens mij was dit de laatste nieuwscafé van dit jaar, want we gaan december overslaan, want dat gaat ongelooflijk ongelukkig vallen. Dank iedereen, dat was ook de mensen die hier waren. En we gaan ervan uit dat we over 2 maanden, minimaal onder deze omstandigheden, en hopelijk betere weer bij elkaar zijn. Omroep Land van Kuik gaat verder met het programma van Peter Linders. Heel veel plezier daarmee en succes allemaal en tot de volgende keer. Dankjewel voor de komst.